Welkom terug bij mijn videoserie over Duitse literatuur in Nederland. Ik vind het als lezer altijd spannend als een roman probeert een actueel politiek of maatschappelijk onderwerp op te pakken en te verwerken in fictie. Ik geef toe, dat is moeilijk en het lukt ook niet altijd goed, maar het boek waar ik het vandaag over wil hebben, doet dat briljant. En het gaat over Bettina Wilpert, Niets Was Ons Passiert, de Duitse versie vorig jaar verschenen, en de Nederlandse vertaling, Wat Ons Overkomt, afgelopen mei gepubliceerd door Causé Uitgeverij. Bettina Wilpert werd 1989 geboren in Beieren. Zij studeerde Engelse literatuur en literair schrijven en Niets Was Ons Passiert, Wat Ons Overkomt is haar debuut en de, het maatschappelijke onderwerp dat zij oppakt is de MeToo-beweging, seksueel geweld tegen vrouwen. In haar boek hebben we twee hoofdpersonen, Anna en Jonas. Ze zijn allebei eind twintig, ze kennen elkaar uh, van de universiteit. Het speelt zich af in Leipzig. Ze hebben ook een keer een nacht met elkaar verbracht, maar er is geen relatie uit voortgekomen. De nacht waar het in het boek over gaat, is een aantal maanden later. Uh, zij zijn samen op een feestje. Anna drinkt vrij veel. Zij is dronken en Jonas wil opnieuw met haar naar bed. Zij heeft er geen zin in, maar zij is te dronken om weerstand te bieden. Zij denkt wel dat ze in het bed, nee heeft gezegd. Maar ze weet het niet zeker. De volgende ochtend zegt Anna dat Jonas haar heeft verkracht. En het boek probeert vervolgens de verschillende standpunten te belichten en te vragen wat is nou precies de grens tussen slechte seks en verkrachting, in dit geval dus date rape. Het is een klein boekje, de Nederlandse versie net net uh, over 200 pagina's en er worden meer vragen gesteld dan beantwoord. Maar voor mij was dat precies de goede manier om met dit onderwerp om te gaan. Alleen twee mensen weten echt wat er is gebeurd, namelijk Anna en Jonas, en ze hebben allebei een verschillende visie van die gebeurtenissen. En het lukt Wilpert om in dat kleine boekje te laten zien hoe moeilijk het is, ook voor, niet alleen voor die twee mensen, maar ook voor de vrienden, de mensen eromheen, om grip te, uh, grip te krijgen op de gebeurtenissen. Anna doet uiteindelijk aangifte, maar dat heeft uiteindelijk geen opluchtend effect op haar. En Jonas voelt zich onterecht beschuldigd, want voor hem is verkrachting iets. Wat s'nachts gebeurt in de bosjes als een vrouw alleen van de tramhalte naar huis loopt en een of ander onbekende haar in de bosjes trekt en verkracht. Dit onderwerp, wat is nou precies seksueel geweld en wanneer is het nee, en wanneer is het toch wel alleen slechte seks. Is buitengewoon belangrijk uiteraard. En voor mij was de manier waarop Bettina Wilpert dit in een roman verwerkt, buitengewoon genuanceerd, maar ook een belangrijk boek. Want het laat zien hoe moeilijk soms de grens is te trekken tussen een slechte seksavond en een verkrachting. Dus als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp. Zoals ik, dan kan ik dit boek van harte aanbevelen. Het is geen makkelijk onderwerp, dat geef ik toe. Maar zoals ik zei, het is zeker belangrijk. En in dit boek wordt, worden zoveel kanten van het verhaal belicht dat het tot nadenken en tot verder denken oproept. En dat is uiteindelijk, vind ik, wat een goed boek moet doen. Dat was het voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop dat u het mooi vond en tot de volgende keer.